Dit is de Lovienbrug, een van de 5 nieuwe bruggen in het Singelpark. In 2011 stond ik hier met een stuk of 20 ambtenaren te kijken op deze plek toen hier nog geen brug lag. En ik kan me nog herinneren dat we zeiden van hier moet dus een brug komen om straks een 6 kilometer lang rondje over de historische vestingwallen van Leiden te kunnen lopen. Het was een ambitieus plan van Jeroen Maters, de geestelijk vader van het Leidse Singelpark. Een gewone Leidenaar die een goed idee had en dat idee nu werkelijkheid ziet worden. Zijn Singelpark is nu het langste en misschien wel mooiste stadspark van Europa. Ik vind het een hele mooie aanwinst van Leiden. En zeker voor net als nu in de coronatijd. En dan is dat toch, dan kan je van de natuur genieten. En dat vind ik toch wel heel belangrijk. Ik vind het hartstikke mooi. En het idee vind ik geweldig. Wat vindt u zo geweldig eraan? Nou, dat je dan zo'n 6 kilometer zo rond kan lopen. En dit Huigpark waar we nu zijn, dat wordt onderhouden door vrijwilligers van de Stichting Vrienden van het Singelpark. En dat doen ze dan bijvoorbeeld met schoolklassen, met dak- en thuislozen. En dat vind ik wel heel bijzonder aan dit park. Dus het Singelpark is ook echt van de stad? Ja, dat was eigenlijk altijd het idee. Dat het is bedacht door inwoners van de stad, het wordt gebruikt door inwoners van de stad. Maar het wordt ook onderhouden en geprogrammeerd door inwoners van de stad. Hoe vind je het om al die mensen nu tegen te komen die de route al lopen over de bruggetje zo en het over het Singelpark hebben? Wat doet dat met je? Ja, dat is wel heel bijzonder moet ik zeggen. Dus eigenlijk vooral de laatste dagen sinds nu al die bruggen open zijn of open gaan, komen ze echt uit het buitenland. Uit Noordwijk kwam ik net mensen tegen, ook uit Leiden zelf, ook inwoners die... Dat geeft toch een soort van trots gevoel, hè? Dat zo'n park zo'n verrijking kan zijn van de stad.